Zoals jullie konden zien in de vorige video had ik echt, niet een hele goede pack luck uit mijn achterhoofd met packs. We kregen wel heel veel andere packs daarvoor terug. Uiteindelijk heb ik wel iets van 600k aan coins erbij gegeven. Dus dat is best wel veel. Ik ging van 620.000 naar 1,2 miljoen. Dus op zich, ja, mag je dan heel erg klagen? Ik denk het niet. Ik zeg vaak 12.000 FIFA punten is ongeveer 200k in-game munten minimaal wat je erbij krijgt. Dus ja, we kregen ongeveer 300 per 12.000 erbij. Dus prima. Vergeet even niet vast deze video nu hieronder te liken. Ja, hieronder. Druk even een duimpje omhoog. Abonneer ook even, jongens. 113.000 abonnees hebben behaald. We willen nu graag door naar 140. Ja, wat we in deze video gaan doen, jongens. We hebben echt 4 zieke winter wildcards erbij gekocht. Echt hele goede kaarten. Ik dacht van ja, zullen we al het geld in één goede speler investeren? Nee, ik heb er gewoon voor gezorgd dat het team allround gewoon weer heel erg goed is. Ik dacht van ja, zal ik Shinola weer verkopen en dan kunnen we het geld bij elkaar doen. Dan kan ik baby Cruyff halen. Ja. Wat moeten we daarmee? Dus, dit team heb ik op dit moment gebouwd. We hebben echt heel veel zieke SBC's en goede wissels. Dat is niet normaal. Maar dit is het team en dit zijn de spelers. Jullie konden het misschien al in de thumbnail zien. Ik weet niet of ik dat erin heb gegooid. Maar het gaat voornamelijk om Martial. Alessandrini, jongens. De MVP uit de vorige FIFA's. Vooral, welke FIFA was dat? 18 of zo? Dat was niet normaal. Aouar, SBC heb ik natuurlijk gedaan. Ik had Mbappé en Ginola al. Deze gozer is fucking goed. Ik heb al een potje gespeeld net. Maar toen viel hij me op hoe goed hij was. Iedereen speelt op een 10 uiteindelijk, behalve Piqué op een 8 en Ginola op een 7. Vergane ook, jongens. Die pot net. Ik heb dus net even één potje met ze gespeeld, maar hoe goed die gast is, blijft me gewoon verbazen. Dit is gewoon denk ik de beste gold verdediger die er is. Gewoon ja, of ja, in ieder geval niet een speciaal kaartje heeft. Deze kaart kan je gewoon letterlijk het hele jaar gewoon achterin laten. Het is gewoon zo, hij is gewoon zo goed. Dat is gewoon niet te omschrijven. Gewoon moeilijk te omschrijven. We gaan een potje spelen. We kunnen namelijk nog een beetje hoger rang halen in FUT Champs. En we hebben nog iets van 30k over, maar zelfs meer, 47k, oké. We gaan met, Martial, gaan we spelen in de spits. Daar ga ik hem even het beste testen, maar ik zet hem vaak, als ik wissel in de 60 minuten, zet ik hem naar de flank. En ik ga echt goed letten op zijn longshots. Wat ik echt belangrijk vind in deze FIFA is longshots. Messi, Ronaldo, eigenlijk gewoon twee simpele kaartjes op dit moment nog. Die niemand, ik kan met normale Mbappé, normale Neymar en zo allemaal gaan spelen. Het is trouwens best een goed team. Maar ja, daar heb je niet echt zin in op dit moment in FIFA. Dus vandaar dat ik voor een leuke oplossing met deze Martial een paar gekke kaartjes. Toppie! Oké, jongens, we gaan het zien. Martial dus in de spits. Ik ga denk 4-2-2, dus met Ginola, volgens mij naast hem dan. Ja, Ginola de tank. Maar we letten ook vooral op de CDM's. Dus deze gast, ik ga zijn naam niet uitspreken, maar kijk, hij is goed. Hij zit er nu al tussen. Kijk, die verraden, jongens. Ja, dat is echt, is niet normaal, hè? Hoe goed die kaart is. Ik ga hem denk ik gewoon niet meer uit mijn team halen. Hij is nog beter dan Piqué. Martial, goede paas. Ginola. Oh, mooie actie. En Martial, waar ben je? Je wilt hem toch terug? Dit is een overtredingsstrijd. En we gaan hem natuurlijk met Martial nemen. Zou hij dat kunnen? Dat is een 3 van een goede stat. Martial staat er niet echt bij, alsof hij het heel goed kan. Maar we gaan het gewoon proberen. Oh, dat is wel heel hoog. Ja, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oh, nee, dit ging niet goed. Oh, wat slecht verdedigd. Oh, hij is erin getrapt, die eikel. Mbappé, doe jij het dan maar weer. Mbappé, kom maar. Wat gebeurt hier allemaal? Het spel is de weg kwijt. Jezus, Mina, wat gebeurt hier? Ja, echt zweertje, Varane. Je ziet het nu weer. Echt, clip alsjeblieft het er allemaal in, want het is niet normaal. Die kaart is zo goed. Martial dan, hier is hij eindelijk los. Mooie paas, Alessandrini. Kreeg hij hem terug? Tuurlijk, Martial. Kapeng! Zo doen we dat. Dat is lekker, dat je na een avond toepraat en dat dan ook nog waar maakt. Dat is lekker. Gameplay is echt heel goed nu, dus dat is echt lekker om te zeggen. Gameplay is goed. Dat maak ik niet vaak mee, maar het is echt zo. Martial, goede actie. 1-2'tje, nee, gaat zelf. Tuurlijk, we willen even wat acties zien. Martial, longshot dan maar even testen. Nee, dat was net iets te ver, denk ik. Maar we gaan een paar longshots met hem testen. Er moet er één ingaan. Dat is voor mij belangrijk. Dat is mijn spel. Ginola, doe jij het dan? Groen getimed. Oh, wat is het? Deze gast is dus zo fucking goed. Ik wil hem een keer zien voor de goal. Dit is de snelheid. Dit ziet er goed uit. Maar hij is rechts, dus dat is een nadeel. Maar we gaan gewoon een keer met links schieten. Niet heel slecht. Chill is dus, hij is ook verdedigend gewoon fucking goed. Heel beweegbaar, ja, dat mag ik officieel niet zeggen. Maar eigenlijk een beetje te aanvallend. Hij en Aouar naast elkaar. Eigenlijk zou ik eerder voor die gozer gaan van Marseille. Ik ben zijn naam even kwijt. Hoe heet hij? Ah, wat een goede aanval. Oh, goede goal. Ik geef complimenten. Dat doe ik nooit aan tegenstander, maar dit was echt een goede steekpaas. Hoe heet deze gast nou? Ja, Gwen Josie. Wat een moeilijke naam, man. Het is geen leuke voornaam. Daar kijken we zo even naar. Daar is hij. Doe het dan maar zelf. Groen getimed. Poeh, goed schot. Oké, jongens, het is rust. 1-1. Ja, dus wat ik bedoel is, misschien zou je hier officieel nog een Kanté of zo moeten doen. Hij is wel verdedigend goed, maar hij heeft hoog aanvallend werk, dan waardoor hij ook veel voor de goal hangt. Of in ieder geval naar voren wil. Martial, goede paas. Ja, dat is een uitstekende paas. Mbappé,
Maak het allemaal af. Hoe kan dit? Hoe kan je hem nou overschieten? Moet je al aannemen, schieten. Pff, kijk, dat is wel lekker hoor. Die finesse. Niet eens, ja... Kijk die finesse. Niet eens groen getimed wilde ik zeggen. Dat was het ook echt zeker niet. Ja, dat is lekker. Dit is lekker. Oh, wat is het lekker. Oh, slecht. Oh, wat slecht weer. Verraan. Oh, verraan. Daar is die weer. Het is niet eens een corner. Nou, jongens, voor 50k kan je hem halen. Nog weinig gezien van Martial, jongens. Kom op. Daar gaat hij. Natuurlijk, naar zijn linkervoet. Oh, wat een goal is dit dan. Ja, dit wilde ik gewoon uitlokken. Dit. Dat we gewoon één trucje doen. Ja, dit is lekker. Dat je vanuit deze positie zo kan scoren. Dat onderscheidt zulke spelers, vind ik dan. Weer een rare goal. Die Hazard, jongens. Goeie kaart is dat, hè? Ik heb vergeten dat hij er ook was, maar goede kaart. Gaat hij weer. Martial. Gaat hij naar zijn linker, naar zijn rechter kijken. Dit is lekker. Hij weet het niet meer. Oh, ik wilde even laten zien of we de tegenstander weg konden spelen daarmee, maar hij verdedigde heel goed. Dan gaat hij, Martial. Gaat hij naar zijn linker? Tuurlijk! Ja, oh! Wat een redding is dit. Semedo tegenover Hazard. Gaat hij het winnen? Semedo! Tuurlijk, jongens. Semedo is weer echt... Dit is weer de oude Semedo, zoals we hem kennen. Terug van de jachtvelden. Daar is hij weer, hè. Kijk, heeft hij nog steeds 4 sterren? Ja, heerlijke speler. Zie ik nu al. Ik wou zeggen, deze pot kunnen we toch niet meer verliezen? Oh mijn god. Ah, we verliezen hem ook niet, maar dit is wel echt een rare goal. Zo, hij gaat volle druk. We kunnen nog één keer. Alexandrini. Martial, paas hem één keer door. Nee, wat een kutpaas. Kut zo, hij wordt verlengen. Oké, okay, nou, wel leuk voor de content. We gaan verlengen. Wat we nu gaan doen is, gaan we Martial dus even aan de flank zetten. Kijk. Martial, goede actie. Ah... Ik zeg niks. Ik zeg niks. Weer met links. Tuurlijk, ja, het is 5-ster weak food. Dat boeit dus niet. Maar ja, volgens mij was het rood getimed of oranje. Eén van die twee. En hij vliegt er gewoon in. Ja, heerlijk. 4 longshots met Martial. Nog één keer. Openda, hij is weg. Hij gaat het niet missen. Kom op. Openda. Oh, hij staat aanvallend. Dat betekent gaten. Gaten kaas. Goal. Tuurlijk. Zal die klaar zijn? Ik denk het wel. Nou, Martial, kun jij het nog één keer laten zien? Oh, elk schot is wel goed van hem. Martial, stiftje. Jongens, deze kaart. Ja, we moeten beginnen. Hij is zo kaal als de neten. In het spel is hij niet kaal. Dus ze moeten hem even in het spel ook kaal maken. Dat zou zoveel vetter zijn. Het is zo'n kale, glimmende bol over het veld. Oké, okay, jongens. Zit erop. 3 punten. Oh nee, 4 punten is het. Voor Jog. Ja, heerlijke goals, Martial. Echt allemaal. Allemaal volgens mij ook met links. Of nee, dit was een intikkertje. Achter het standbeen. Met rechts officieel. Deze was de eerste afstandsspegel. Deze was ja redelijk niet eens getimed, maar zit er prima in. Deze was inderdaad die lekkere, die heerlijke groen getimed. Doe eerst die La Croquetta en dan... Ja, what the fuck. En toen deze. Deze was, ik denk dat die oranje getimed was. Of geel getimed noem je dat dan. Maar ja... Zeg genoeg dit weer. Ja, en het soepele stift, jongens. 5 goals. 5 fucking goals. Martial. Goed, dames en heren. Dit waren mijn potje. Ja, iedereen is goed in mijn team. Ik zou alleen dus naast deze gast... Ik vind deze gast misschien wel beter dan Aouar. Ik denk dat ik hem echt beter vind. Ik weet niet waarom, maar... Ja, hij voelt zo goed aan. Aan de bal en ook niet aan de bal is hij aanwezig. Ik zou eigenlijk naast hem wel een meer defensieve dus nogmaals zetten. Zo'n Kanté bijvoorbeeld of wat dan ook. Die is niet zo heel duur nu. 140, 150k of zo. Alessandrini is leuk, maar... Maar ja, dat is niet... Ja, ik had iets meer van hem verwacht. Ik heb hem nog geen één keer echt goed met hem geschoten. Zijn stats voor schieten zijn gewoon echt abnormaal. Afmaken, alles. Maar ja, misschien probeer ik ook te veel... ja, dat als je te veel wilt met iemand gaat niet goed. Varane ook... Ja, ik heb heel lang niet meer met hem gespeeld. Maar dit voor het eerst nu weer zo goed. En Semedo ook. Echt een hele leuke kaart. Heeft 4-4 volgens mij ook. 4 skillmoves in ieder geval. Dus laat even weten wat je van dit team vindt. Like deze video, abonneer. En dan... ja, we gaan snel weer verder, jongens. Morgen gaan we mijn 15 wintertokens inleveren. En dan gaan we die... SPC doen, zodat we 10 spelers van 85 plus krijgen. Oké, jongens. Ciao, ciao. Bye, bye. Let's live life without regrets. Girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about our curfew.